Afgelopen donderdag waren we ook in de kerk. En wie van jullie jongens en meisjes weet nog welk feest we toen hebben gevierd afgelopen donderdag? Ja? Hemelvaart inderdaad. Afgelopen donderdag hebben we nagedacht dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. En toen had hij gezegd dat hij de Heilige Geest zou geven. En nu weet je, dat is volgende week. En dat noemen we het Pinksterfeest. Maar zoals we net bij de mededeling ook hebben gehoord, hopen er volgende week 2 mensen belijdenis te doen. En toen dacht ik, weet je wat? Eigenlijk is het nog geen Pinksteren, maar zullen we vanmorgen toch alvast naar het Pinksterfeest gaan luisteren. Omdat we volgende week belijdenisdienst hebben, willen we nu met elkaar, jullie, maar ook de hele gemeente, alvast het Pinksterevangelie gaan lezen en daarna gaan luisteren. En daarom gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen uit Handelingen 2. Daar komen we het Pinksterfeest tegen. We lezen vers 1 tot en met 13. En daarna de reactie van de mensen op de preek die Petrus dan houdt. Dus dat is vers 37 tot en met 41. En dan lezen we in het woord van God het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godsvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen? En ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn. Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Vervolgens houdt de apostel Petrus een preek. En dan gaan we verder naar hoe de mensen reageren op deze preek in vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover het woord van God. Gemeente, jongens en meisjes, er was eens een mier. Kijk, daar loopt hij. Boven op de tafel. Waar gaat hij heen? Oh, naar het schaaltje met de suikerklontjes. Voorzichtig likt de mier aan een van de klontjes. Lekker. Hij neemt nog een hapje en nog een. En dan opeens, de mier loopt weg. Wat gaat hij doen? Hij loopt naar de rand van de tafel, met de tafelpoot zo naar beneden.
En niet voor later loopt een lange rij met mieren langs de tafelpoot naar boven. Deze mier vertelde het aan zijn vriendjes wat hij bovenop de tafel gevonden had. Hij bracht hem bij het suikerklontje en niet voor later genieten ze allemaal van die heerlijke ontdekking. Nu zo doen mieren dat. Zij leven samen en nemen elkaar mee als ze iets fijns gevonden hebben. En weet je, jongens en meisjes, zo hoort het ook te gaan in het geloof. Als je de Heer Jezus kent, als je zaligmaker, als je echt ervaren dat het zo goed is om met hem te leven, dan wil je dat graag aan andere mensen doorvertellen. Als je ervaren hebt dat God goed is, dan wil je dat toch niet alleen voor jezelf houden. Dan zeg je, kom, maak God met mij groot, want hij heeft mij geantwoord, heeft mij gered. Nou, dat zien we in de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, in Handelingen 2. Wat er gebeurt op die Pinksterdag, als de Heilige Geest wordt uitgestort. Petrus en de anderen die gaan vertellen over de Heere Jezus. En vanmorgen willen we daarna gaan luisteren met elkaar. Handelingen 2 dus, als thema willen we naar dit hoofdstuk gaan luisteren. De Heilige Geest leert getuigen. Het thema van de preek is dus, de Heilige Geest leert getuigen. Kijk eens, wat zien jullie hier op deze plaat die ik hier voor me heb? Een leeg graf met doeken en hier 3 kruisen. Waarover zou deze plaat gaan? Ja, inderdaad, over de Heer Jezus die eerst is gestorven en vervolgens weer is opgestaan. Dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, denk ik. Ik zag ook meerdere vingers, inderdaad. De Heer Jezus is gestorven en opgestaan, zodat hij onze zaligmaker kan zijn, als we in hem geloven. En toen, nadat de Heer Jezus was opgestaan, wat is er toen met hem gebeurd? Ja, maar daarvoor heeft hij nog zichzelf aan de discipelen laten zien. En aan de Emmausgangers. En toen daarna ging hij inderdaad naar de hemel. En vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel ging, toen heeft hij zijn discipelen een opdracht gegeven. En ik zal het jullie eens voorlezen. Het staat in het vorige hoofdstuk. Dan zegt de Heer Jezus, u zult mijn getuige zijn. Als de Heer Jezus straks weg is, zullen de discipelen van hem moeten getuigen. Wat is dat, getuigen? Een getuige vertelt wat hij heeft gezien of weet. Bijvoorbeeld, jij fietst ergens en vlak voor je botsen 2 auto's op elkaar. Je hebt precies gezien wat er is gebeurd. Nou, dan kan je dat aan de politie vertellen. Dan getuig je van het ongeluk. Nou, zo moeten de discipelen van de Heer Jezus getuigen. En wat kunnen ze dan vertellen? Nou, dat hij allerlei wonderen heeft gedaan. En ze kunnen vertellen wat de Heer Jezus aan onderwijs heeft verteld. Wat voor verhalen hij allemaal vertelde. En ze hebben gezien dat de Heer Jezus is gestorven. En ook weer dat hij is opgestaan. En dat moeten ze doen, zodat de mensen in de Heer Jezus gaan geloven. Maar, weet jullie jongens en meisjes, er waren maar 12 discipelen en het moest aan heel veel mensen verteld worden. En wat moet je dan allemaal gaan zeggen tegen die mensen? En er waren er ook nog heel veel vijandige mensen die de discipelen eigenlijk wilden doden. Hoe konden de discipelen nu een goede getuige zijn? Je zou toch bang worden als je weet dat als je gaat getuigen de mensen je in de gevangenis zullen gooien. De Heer Jezus wist dat het niet zou lukken om in eigen kracht van hem te vertellen. En daar hebben ze de Heilige Geest bij nodig. En bij die opdracht die ik net voorlas uit het vorige hoofdstuk had de Heer Jezus dan ook iets bijgezegd. U zult mijn getuige zijn. Maar wat stond er nog meer in dat vers? Ik heb het net overgeslagen, maar er staat, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Om te kunnen getuigen van de Heer Jezus,
heb je de Heilige Geest nodig. En daarom zijn na de hemelvaart van de Heer Jezus de discipelen ergens in Jeruzalem bij elkaar om te bidden om de komst van de Heilige Geest die Jezus had beloofd. Zien jullie het? Ze vouwen hun handen en ze bidden: Heere, alsjeblieft, geef ons uw Heilige Geest, want dan kunnen we doen wat u van ons vraagt. 10 dagen lang zijn de discipelen bij elkaar om te bidden. En dan opeens... opeens komt er uit de hemel een geluid alsof het heel hard waait. Het lijkt wel alsof het stormt. Maar er is iets vreemds aan de hand. En de mensen die merken het. Zo staat ergens in Jeruzalem iemand voor het raam. En hij heet Joshua. Maar, roept hij, ik hoorde het geluid van de wind, maar de bomen bewegen helemaal niet. En voor het huis rennen allemaal mensen voorbij. En ze roepen, ja, we gaan kijken waar het geluid vandaan komt. Mama, ik wil ook mee, zegt Joshua tegen zijn moeder. De wind buldert nog harder. En samen lopen ze naar buiten. En moeder wijst, zie je daar die mensen bij dat huis staan? Volgens mij komt het geluid daar vandaan. Joshua probeert tussen de mensen door te komen. Het lukt, hij staat vooraan. Verbaasd kijkt hij naar de mannen die tegenover hem staan. Het lijkt wel alsof ze een vlammetje boven hun hoofd hebben. En hun hele gezicht straalt. Waarom hebt u een vlam op uw hoofd? Vraagt Joshua. Oh, wacht, bedenkt hij dan. Die man kan mij natuurlijk niet verstaan. Want in Jeruzalem spreken ze geen Arabisch. Zoals hij Joshua thuis wel doet. Want normaal gesproken woonde Joshua heel ver weg in een ander land. Maar hij was samen met allemaal andere mensen over de hele wereld naar Jeruzalem gekomen. Om het belangrijke Pinksterfeest te vieren. En terwijl Joshua dit bedenkt, antwoordt de man, God heeft zijn geest gestuurd. Hè? Hoe kan dat nou? Die man verstaat me wel. Zou hij ook uit Arabië komen? Vraagt hij aan zijn moeder, die intussen naast hem is komen staan. Zijn moeder schudt zijn hoofd. Nee, volgens mij zijn dit mannen uit Galilea. Maar waarom kunnen ze me dan verstaan? Vraagt hij. Zijn moeder haalt haar schouders op. Ik begrijp het ook niet. En jongens en meisjes, terwijl zo Joshua en zijn moeder elkaar vol verbazing aankijken, beginnen de mensen om hen heen naar elkaar te roepen. Ze spreken Grieks, roept een vrouw. Maar ik spreek geen Grieks en toch kan ik ze verstaan, zegt een ander. Wat betekent dit toch allemaal, roept een grote jongen. Waarom kunnen we hen allemaal in onze eigen taal verstaan? De mensen die naast Joshua staan, ja, die beginnen lachend te spotten. Ha, deze mannen zijn dronken, zeggen ze. Zou het waar zijn? Joshua kijkt nog eens naar die mannen. Nee, dat kan toch niet? Want als je dronken bent, dan kan je niet meer goed praten. En deze mannen praten juist wel allemaal andere talen. En als je dronken bent, dan kan je niet goed lopen. Maar deze mannen lopen prima. Wat is hier toch aan de hand? Dan loopt er iemand naar voren. Petrus. Nadat hij de mensen wat rustig heeft gemaakt, zegt hij, ik zal jullie vertellen wat hier aan de hand is. Jullie denken misschien dat we te veel wijn hebben gedronken, maar dat is helemaal niet waar. Het is nog maar 9 uur 's morgens. Kijk maar naar de zon. Aan de stand van de zon konden de mensen toen zien hoe laat het was. God heeft vandaag zijn geest uitgestort en ik zal jullie erover vertellen. Joshua gaat op de grond zitten. Heeft hij even geluk? Hij zit helemaal vooraan. Wat hier vandaag gebeurt, zo begint Petrus zijn preek, heeft heel lang geleden de profeet Joël al voorzegd. Er is honderden jaren op gewacht en nu is het zover. De geest is uitgestort. En die geest, die lijkt op de wind. Want jongens en meisjes, de wind kun je niet zien, maar je kunt hem wel... Ja... Zeg maar. Voelen inderdaad.
Nou, de Heilige Geest kun je niet zien, maar je kan wel merken als hij in je komt wonen. Nou, wat merk je dan? Nou, daar zal ik straks in de preek nog wel iets meer over zeggen. En de Heilige Geest lijkt ook op vuur. Zoals je vuur je warm maakt, zo wil de Heilige Geest ervoor zorgen dat jullie en wij allemaal in vuur en vlam voor de Heer Jezus komen te staan. En wat bedoelen we daarmee? Dat je in alles van de Heer Jezus houdt. Dat je gaat zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Hij redt mij keer op keer. Petrus schraapt zijn keel. Weet jullie nog wie de Heer Jezus is? De mensen knikken. Ja, ik heb gezien dat hij iemand heeft genezen. Ja, en ik was erbij toen hij op een ezel de stad Jeruzalem binnenreed, zegt een ander. Als het weer stil is, gaat Petrus verder. Jezus is nog niet zo lang geleden aan het kruis gestorven. En toen is hij begraven. Terwijl hij niets verkeerds had gedaan. Maar de mensen wilden hem niet. Maar gelukkig is hij niet in het graf gebleven. Ik heb zelf het lege graf gezien. Jezus is echt uit de dood opgestaan. Hij leeft. Ik ben getuige. Ik heb hem gezien. En ik heb hem gesproken. En hij is nu in de hemel. En vandaag stuurt hij zijn Heilige Geest. En door hem vertellen wij u vandaag met blijdschap over de Heer Jezus. Het is even stil. En Petrus kijkt naar alle mensen die voor hem staan. De grote mensen en de kleine mensen. Ook Joshua ziet hij zitten. Wat wil hij graag deze mensen over de Heer Jezus vertellen? En zo gaat hij ook verder. De Heer Jezus is de zaligmaker van de wereld. Hij is door God naar de aarde gestuurd. Hij droeg de straf voor de zonde. En daardoor kunnen zondige mensen weer bij God komen. Dat Jezus stierf, ja, dat was verkeerd van al die mensen. Maar het hoorde wel bij het plan van God. Het stond allemaal in de Bijbel beschreven. David heeft er bijvoorbeeld een lied over gemaakt. En hij heeft ook geschreven dat Jezus weer levend zou worden. En zo is het gebeurd. En toen was de preek klaar. En jongens en meisjes, weten jullie wat er toen gebeurde? Een vrouw doet een stap naar voren. Ze heeft haar hoofd gebogen. Snikkend zegt ze, ik wist niet dat Jezus de zaligmaker was. Ik heb ook kruisig hem geroepen. Wat ben ik dwaas geweest, wat moet ik doen? En Petrus ziet toch meer mensen verdrietig en bang hem aankijken. Zouden die mensen ook meegeroepen hebben? Jullie hoeven niet bang te zijn voor God. Want de Heere wil jullie zonde graag vergeven. Als je eerlijk je verkeerde dingen aan hem vertelt, dan komt het goed. Bekeer je, oftewel verander je leven. Stop met je verkeerde dingen en laat je dopen. Je mag een nieuw begin maken met God. Ja, zegt iemand, ik wil me laten dopen. En ik ook, roept een andere man. En zo gebeurt het dat er op één dag 3000 mensen in de Heer Jezus gaan geloven. 3000 mensen. Dat is gewoon meer dan 10 keer onze hele kerk bij elkaar. Zoveel mensen in één dag. Die eerlijk hun zonde aan de Heer vertellen. En voor hem willen gaan leven. En zo worden gedoopt. Dat had de Heilige Geest gedaan. Hoe? Doordat ze naar die preek van Petrus aan het luisteren waren. Want toen Petrus aan het praten was, toen voelden ze de zonde die ze hadden gedaan. Ze voelden zich schuldig en daar waren ze zo verdrietig over. En toen hebben ze het eerlijk aan de Heere verteld, beleden. En toen kwamen ze tot geloof. En wat werden ze toen blij? Want ze kregen Gods liefde. En ze waren de meest gelukkige mensen ter wereld. Ze riepen de Heer aan in al hun nood. Och Heer, och werden onze zielen door u gered. Toen
hoorde God. Hij is onze liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En jongens en meisjes, vanaf die dag daar in Jeruzalem wordt er over de hele wereld over de Heer Jezus verteld. En zo ook vandaag in Nederland, in 2021. Want de Heere wil heel graag dat mensen in Hem gaan geloven. En zo mag ik ook jullie vertellen over de Heer Jezus. Hij is gestorven en opgestaan. En net als Petrus klinkt ook vanmorgen de oproep: geloof in de Heer Jezus. Heb berouw, heb spijt, heb berouw over je zonde. Vertel het eerlijk aan God. Dan zal Hij je redden. Dan hoef je geen straf van de Heer te krijgen. Als je het eerlijk aan Hem vertelt. Want, weet je? In de Bijbel staat: alle mensen hebben gezondigd. Misschien heb jij wel eens gelogen tegen de juf. Toen ze iets aan je vroeg. Liegen is zonde. Of je bent ongehoorzaam geweest aan je vader. Ongehoorzaamheid is ook zonde. En zonden moeten door God gestraft worden. En de straf is de dood die nooit ophoudt. Maar omdat God van jou houdt, heeft Hij de Heer Jezus naar de aarde gestuurd om de straf voor de zonde op zich te nemen. Op het kruis is Hij gestorven. En dat is de enige manier om jou te redden. En daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes. Daarom is het zo belangrijk dat je eerlijk je zonde aan de Heere vertelt. En dat je je bekeert, oftewel, dat je niet meer wil leven met al die verkeerde dingen in je leven. Maar dat God de allerbelangrijkste in je leven is. En dat je van de Heer Jezus houdt. Net bij de schriftlezing hebben we de preek van Petrus overgeslagen, maar hij zegt in vers 21. Het zal zo zijn, dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En daarmee bedoelt hij, met aanroepen, als je de Heer om hulp vraagt. Hey, mag ik jullie eens vragen? Want dit gaat niet alleen over grote mensen, ook over jullie, kinderen. Hebben jullie dit al gedaan? Dat je zegt, ja, ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag en dag, in mijn handel en in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Ik heb Hem nodig, dag en dag. En dat je vraagt, we zongen het voor de dienst. Geest die uit de hemel kwam, zet ons koude hart in vlam, breng ons tot geloof. Sterke wind drijft zelf ons aan om tot God te gaan. Dat je zegt, Heer, alsjeblieft, vergeef mijn zonde. Ik hou van U, Heer Jezus. Als je zo tot God gaat, dan zal Hij je vergeven. En dan mag je altijd bij de Heere zijn. Dat geldt voor grote mensen, dat geldt voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Ook voor Joshua, die naar Petrus zat te luisteren. En ook voor jou, die hier in de kerk of thuis naar deze preek vanmorgen luistert. Petrus zegt in vers 39, de belofte is voor u, de volwassenen, en voor uw kinderen. Gods liefde is er ook voor jullie. Misschien heb je nog wel vragen hierover. En dan zeg ik, zou ik zeggen, praat er straks thuis met papa of mama nog maar eens over. Of vraag het aan de juf of meester op de club. Want echt waar, als jij in de Heere gelooft, dan ben je pas echt gelukkig. Dan komt de liefde van God in je hart. Welzalig, echt gelukkig. Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. En weet je,
Als jij een kind van God geworden bent, als jij een nieuw hart gekregen hebt, dat van de Heere houdt, dan mag je net als Petrus op die eerste Pinksterdag van Jezus gaan getuigen. Van hem gaan vertellen. Nee, wij krijgen geen vlammetjes meer op ons hoofd. En wij kunnen niet opeens Arabisch of Chinees gaan praten, terwijl we dat niet hebben geleerd. Dat was iets van toen, één keer. Maar je mag wel aan anderen gaan vertellen hoe belangrijk en hoe mooi het is om bij de Heer Jezus te horen. Dat hij de zaligmaker is die van zondige mensen houdt. Die hun zonde wil vergeven, wil helpen en zorgen. Misschien denk je wel, ja maar ik kan dat niet hoor, dat is veel te moeilijk. Ik durf dat niet te zeggen dat ik een christen ben. Misschien ben je wel een beetje verlegen. Weet je niet wat je moet zeggen? Misschien schaam je jezelf, als je heel eerlijk bent, dat jij iedere zondag naar de kerk gaat. Dat zou kunnen. Of ben je bang dat mensen je gaan uitlachen? Of boos worden, zoals hier op dit plaatje, die jongen. Maar jongens en meisjes, als de Heer jouw zonde heeft vergeven, dan woont de Heilige Geest in je hart. En die Heilige Geest, die wil jou helpen om over Jezus te spreken met andere mensen. Net als bij Petrus en als de andere mensen. Die durfden eerst ook niet. Maar toen de Geest bij hen kwam, toen konden ze het wel. En daar hoef je echt niet groot voor te zijn. Dat kun je ook doen als je 5 jaar bent of als je 10 jaar bent. En dan kom ik toch nog even bij dat voorbeeld van dat suikerklontje. Aan het begin van de preek. Weet je het nog? Wanneer kan je het beste vertellen dat een suikerklontje lekker is om op te eten? Ja? Als je het zelf eerst geproefd hebt, inderdaad. Mama kan zeggen het is lekker. Of je kunt een suikerklontje van heel dichtbij bekeken hebben, maar dan weet je nog niet zelf uit eigen ervaring dat het suikerklontje lekker is. En zo is het ook met het geloof. Als jij hebt ervaren, hebt gevoeld, hebt gemerkt dat de Heer Jezus inderdaad voor je wil zorgen en je zonde wil vergeven, dat hij inderdaad van je houdt, ja, dan kom je in vuur en vlam te staan. En dan ga je heel veel van de Heer Jezus houden. Ja, en dan wordt het ook veel makkelijker om met andere mensen over de Heer Jezus te praten. Ook als die andere mensen je raar aankijken. Want je wil zo graag dat die andere mensen de Heer Jezus ook leren kennen. Ook van hem gaan houden. En ook hun zonden vergeven worden. Zodat ze ook gered zijn. En als je denkt, en toch kan ik het niet. Getuigen. Praten over Jezus. Ik zou zeggen, oefen het dan thuis maar eerst. Met je vader of met je moeder of met een broertje of met je vriendje. Die ook gelooft. En dan zou ik ook willen zeggen, ga thuis maar eens bidden. En vraag, Heere, wilt u iemand in mijn gedachten brengen tegen wie ik het dan zou kunnen zeggen, die nog niet in u gelooft? En wilt u me dan alsjeblieft helpen? En de Heilige Geest die hielp Petrus toen. En als jij in de Heer Jezus gelooft, dan mag je de Heere danken dat diezelfde Heilige Geest ook in jouw hart woont. En hij zal je helpen om de juiste dingen te zeggen. En diezelfde Heilige Geest, die wil net als toen de mensen tot geloof brengen. En ze laten zien hoe belangrijk het is om in de Heer Jezus te geloven. Gemeente, jongens en meisjes, wat zien we op deze plaat? Een open graf, 3 kruizen. En ja, dit gaat over de Heer Jezus. Iedere zondag weer gaat het over hem. Dat hij gestorven is en opgestaan. Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Hij is weer levend geworden. En daarom is hij de zaligmaker voor ieder die in hem gelooft. En die boodschap vertelde Petrus op die eerste Pinksterdag aan de mensen. En die boodschap heb ik vanmorgen ook aan jullie mogen vertellen. En waarom? Omdat de Heere God ernaar verlangt dat wij, u, jij en ik,
met en voor deze Heer Jezus gaan leven. Dat we verlost worden van onze zonden, misschien wel voor de zoveelste keer. Dat we tot Hem gaan. Dat we gered worden. Dat we liefde in ons hart krijgen. Dat we in vuur en vlam voor Hem komen te staan. Zodat we in de kracht van de Heilige Geest tegen andere mensen kunnen zeggen, kom, maak God met mij groot. Want Hij behoedt in nood. En Zijn naam is nooit genoeg geprezen. Welzalig, werkelijk gelukkig, is hij die in gevaar alleen op Hem betrouwt. Amen.